Normaal maak ik de bijenkasten niet meer open. Deze bijenkasten heb ik laat gevoerd. Dat betekent dat ik nog even moest checken of ze het voer wel hadden opgenomen. Die heb ik voor 2 weken geleden heb ik die nog gevoerd. En de voerbakken zijn allemaal mooi leeg. En om jullie een indruk te geven hoe zo'n bijenvolk dan in de kast zit op dit moment, in zo'n dadantkast, maak ik er even een paar voor jullie open. Dit volk was uit een zware mijtenbesmetting. Dus die heb ik laat ook nog weer behandeld. Die zaten eigenlijk in een test om niet te behandelen. En die heb ik, moet ik goed nadenken, laatste week van september heb ik die voor de eerste keer behandeld. Ja, die hadden toen al veel schade. Ik heb ze een paar keer ook gevoerd met wat eiwitmiddelen, zodat ze nog even goed aanzet hadden. En voor zover ik het nu kan zien, zien ze er eigenlijk toch wel weer heel goed uit. Kijk, het is toch een gezond volk. Ook dit volk heb ik laat behandeld. Ik kan de la misschien even laten zien. Oh, dat is ingeregend. Dat heb je soms met die lades. Dan slaat die regen erin, dus dan kun je eigenlijk niks meer zien. Ik heb besloten om dit jaar, deze winter, alle bodems dicht te gaan maken. Ik stop met de schuifla. Al dit vieze werk, al dat regen wat er altijd inslaat of de wind die erdoor slaat. Ik heb er eigenlijk maar een hekel aan. En vroa tellen vanaf de la is, kan zeker, maar dan moet je het heel consequent doen. Bijvoorbeeld de hele periode september, oktober of zo, of in het hele jaar door. 1 of 2 keer per week, dan kun je er wel wat van aflezen. Maar het is gewoon heel moeilijk, hè, omdat de hele dynamiek van de meid en het bijenvolk, dat werkt samen. En dat is heel moeilijk om dan te zien als er 10 meiten liggen van een week, wat betekent dat dan? Dus ik doe zelf altijd een alcoholwash. Dan meet je de mijten die op de bijen zitten. Dat geeft een iets betrouwbaardere. Ook dat is niet zaligmakend, maar het geeft een iets betrouwbaardere waarde. En dat betekent dat ik eigenlijk de bodems weer dicht kan maken. En dat scheelt gewoon een hoop werk met laden schoonmaken. En dat scheelt ook een hoop tocht van onderen. Dus ik ga deze winter de eerste 30 of zo, 40 dichtmaken. Testen volgend jaar of dat goed bevalt. En dan doe ik ze allemaal. Nou, dit volk ook even bekijken. Het is 7 graden, dat had ik nog niet verteld. Het is 7 graden. Het is redelijk vroeg in de ochtend nog. En ook hier zie je een mooie bak bijen. Hoewel het 7 graden is en mistig, zie je eigenlijk dat de bijen eigenlijk nog helemaal niet op de tros zitten. Ze zitten wel wat compacter, ze zitten dichter bij elkaar. Maar echt op de tros, dat ze zo compact zitten dat je het als een soort bal ziet, dat zover is het eigenlijk nog niet. En dat heeft ook te maken met de geïsoleerde kast. Er zit een bijtje in mijn nek. Dat heeft ook te maken met de geïsoleerde kast. Ja, dat houdt gewoon meer warmte vast. Ook de kantramen die ik gebruik zijn geïsoleerd. En dat betekent eigenlijk dat de bijen minder de neiging hebben om direct op de tros te gaan. Dat gaat eigenlijk pas van een graad of 3, 4 zitten ze echt compacter op de tros. En echt compact op de tros pas richting het vriespunt. Dit is een volk met koningin 62. Ja, die volk heb ik al eens vaker bij jullie laten zien op de video. Het is dat volk wat zwermcellen had gemaakt. En nadat ik ze meer ruimte had gegeven, zelf die zwermcellen weer weg had gebroken. Dus ik dacht in eerste instantie, oh deze, die hebben gezwermd. Maar die hebben zelf die zwermcellen weer weggebroken. Dus ze hebben eigenlijk abort gedaan. Stoppen, terug, we gaan niet zwermen. En dat is eigenlijk wat we natuurlijk heel graag willen zien. Als die bijen voldoende ruimte hebben, dat ze dan zelf besluiten dat ze toch in de kast blijven. Nou, hier zie je al heel mooi een beetje de ronding. Even van boven, zo. Michael, zo. Hier zag je al heel mooi de ronding van het volk. Dus dan zie je dat ze al meer in een ronding gaan zitten. Het is een iets minder sterk volk en minder sterke volken gaan dus sneller in een compacte zit. Mooie sterke volken. En zo zien we ze natuurlijk graag de winter ingaan.
Veel jonge bijen te zien. Alle ramen goed bezet. Zijn de dandkas en ook buiten het sluitblok. Ook daar zie je nog veel bijen. Deze bijen ga ik nu een broedkamer geven en een voerkamer. En deze zal ik 5 ramen geven en 3 ramen in de voerkamer. Dan check ik of er voldoende voer is. Ik ben wat laks geweest met voeren dit jaar. Dus niet alle kasten hebben hun 15 kilo. Dan hang ik er een voerbak in. En dan voer ik ze nog 1 keertje. Het is nu 7, 8 graden. Maar dat nemen ze nog op. Als je dat dicht tegen de bijen aanhangt, dan nemen ze dat nog prima op. Het is niet ideaal. Maar ja, als imker moet je ook wel eens niet ideale dingen doen als je er niet goed voor gezorgd hebt. Nou, zo ziet dat er nu uit. 5 ramen in de broedkamer. En 2 raampjes met reservevoer in de, wat we dan noemen, de voerkamer. En die krijgen nog een goede slok. Oké. Krijgen nog een goede slok voor de winter. Dat nemen ze nog wel op. Je zag hoe los ze nog op de tros zaten. Het is niet ideaal, maar beter dan voor hongeren.